Yo mensen van Rotjoch, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik Jern, gast genomen op dit kanaal. Dylan heeft mij gevraagd om een video te maken op dit kanaal. Ik nam het eerst niet echt heel serieus en dacht dat het een grapje was. Dat zou je anders denken als een kanaal van 50k je vraagt om een gastrol te maken in een teamspeak waar niet alles even serieus is. Maar uiteindelijk vroeg hij op Skype of ik wel een gastrol wil maken. Maar we gaan spelen op de Hypixel server, de Blitz Survival Games. Dat is zeg maar de game die ik altijd speel op de Hypixel server. En ik heb geen idee waarom ik het niet uit die chest kon pakken. Maar zoals je ziet, in chat zul je wel zien dat mensen mij kennen van dit spel. Ik ben namelijk redelijk bekend op deze server. Ik heb redelijke stats, denk ik, in deze game. Ik laat wel de stats nu in beeld komen als je mijn stats naar benieuwd bent, zeg maar, naar mijn stats. En ik speel met een kid 19, kijken of we daarmee kunnen winnen. Ik hoop het natuurlijk wel. Ik heb hier chain leggings gevonden, dus ik kan de stones voor meenemen. Laat ik dat maar wat doen, want ik word geattacked hier zo. En hij gaat al weg. Ik hoef hem niet heel erg te chasen. Hij heeft geen zin. En trouwens, als je je afvraagt waarom ik geen XP-bolles pak. In deze map zit namelijk geen enchantment table. Ik denk, zeggen we even voordat mensen het reageren dat ik geen XP-bolles pak. Want ik vind het best wel, vind het trouwens best vervelend dat er geen enchantment table in deze map zit. Het zal best wel beter zijn als in deze map een enchantment table zit. Maar het maakt deze map ook wel redelijk uniek. Dus daar kreeg ik mijn kit. Ik krijg als het goed is, krijg ik dit in mijn kit. Dat wil even zien. Dit heb ik eigenlijk in mijn kit. Het is best OP. Dat verwacht je wel voor een level 10 kit. Wat 1 miljoen kost om up te graden naar level 10. En hier zoals je ziet is een Horse Tamer 10. Kijk of we die kunnen killen. GG. En er komt nog één aan. Oké. Die hebben we ook. Kijk of we even wat gear van hem kunnen aantrekken. Want ik heb zo gezien een Golden Apple, een Horse gekregen. Allemaal leuke spullen die ik natuurlijk kan gebruiken. Maar als het goed is zie ik heel veel mensen hier buiten staan. Dus ga ik gewoon... een speedball drinken. Tot de anti-cheat me niet heel erg mag. Ik weet niet wat het aan de hand is. Maar de anti-cheat zette me 3 keer terug in die fight. Wat best vervelend is. Oké. We kunnen weer verder. Ik ga eventjes mijn iron leggings aantrekken. Eventjes. Ik weet niet of iemand aankomt. Als het goed is wel. Maar alsnog wil ik even mijn saddle om mijn horse armor aan doen. Want op een horse ben ik natuurlijk veel sneller dan op een de voet. Ik ga kijken of we... Ik heb deze, voor mij heeft deze persoon een beetje lag, want het ligt niet aan mij. GG naar deze persoon. Dat is een hele moeilijke fight. Ik heb geen idee waarom eigenlijk. Hij bleef maar blokhitten. Zeg maar, als je blijft blokhitten, is het heel moeilijk om zeg maar iemand een combo te krijgen op iemand. Terwijl ik hier gecleaned word, waar ik niet echt veel zin in heb. Alsnog wel al die diamond helmet oppakken op zich. Kan ik dat? Ik ga het opwagen. Ik heb hem alsnog... En dan ga ik gewoon op een horse weg. Want er zitten een aantal spelers op mid. Het is een beetje heel erg druk op mid. Kan ik deze persoon killen? Oh. Beetje chaotisch allemaal in deze game. Deze game is heel veel actie. Dat zie ik nou al. Ik heb het ook een beetje moeilijk. Zorg dat ik een klein beetje stil ben. Ik moet ook een beetje een klein beetje concentreren. Anders is het wel heel moeilijk voor mij om te winnen. Want ik moet natuurlijk wel een beetje winnen. En mensen vragen in de chat of ik een YouTuber ben. Ik heb daar geen antwoord op eigenlijk. Ik denk het. Deze persoon... Huh? Deze persoon geeft het gewoon op, denk ik. Hij killt gewoon zichzelf. Oh, dat vond ik best wel jammer op zich. Ik had hem 3 hits of zo en toen gaf hij het al op. Neem gewoon een diamond helmet mee voor de zekerheid. GG, ik denk dat het de schootje dacht die me kon. En bushen wat hem niet echt lukte. Kijk, we gaan al dat deathmatch in zo te zien in 38 seconden. Oké, heb ik ook wat stuff daarvan opgepakt. Dan wat eten. Voor mij is de laatste persoon in deze tower. En als je deze tower in wil, zoals je, laten we even zien. Het duurt wel een tijdje voordat je boven bent hoor. Want je moet al deze trainers opklimmen om daar te komen. En daar heb ik niet heel erg veel zin in. Dus ik ga gewoon niet 18 seconden wachten. Totdat de deathmatch respawnt. Want ik denk dat ze allebei boven zitten. Want mijn kompas wijst dat ze allebei daar boven zitten. Want de kompas wijst zeg maar de player die het dichtst bij is. En ik denk dat ze allebei dus op die brug hierboven zitten. Dat onbereikbaar is. Ga ik voor de damage is, ga ik mijn townkill inkallen. En een townkill, als je iemand kill maakt, als je dat doet, krijg je meer aantal coins als je iemand killt. Dus altijd handig. Een speed potion en een damage resistance potion. Lekker overpowered. Gaan we deze persoon aanvallen. GG. En de volgende. Kijk waar die zit. Oh, hij zit hier achter me.
Deze persoon vliegt gewoon helemaal. En GG. Kijk hoeveel coins ik krijg. Ik heb 7 kills met de Night 10 op mijn Citadel. En de coins is 1224, wat heel erg handig is. En ik zie jullie allemaal in het volgende potje. Yo mensen, daar ben ik weer in het tweede potje. Kijk of je even makkelijk kunt winnen als in het vorige potje. Ik ga spelen met de kit Snowman 10. En dat is een kit, zeg maar, die heel moeilijk is te krijgen. Die heel moeilijk te krijgen op deze server. Om. Je moet er heel veel lobby levels voor hebben. Het was vroeger echt een hele speciale kit, maar... En ook een hele overpowerde kit, zeg maar. Maar tegenwoordig stelt het niet echt heel veel voor meer. Het was vroeger een redelijk goede kit, maar... Nu is het, zeg maar, full leather met een iron helmet, een iron boots en een diamond axe. En natuurlijk de snowman. Dat is, zeg maar, het OP aan deze kit. De snowman zijn het... Ja, zijn het echt dingen wat het OP maakt, maar... Voor de rest is het niet echt iets wat het voorstelt. Ik vind het wel grappig dat mensen soms in de chat vragen wie ik ben. Ik ben, zeg maar, net van het Engels naar het Nederlands overgestapt. Want ik zie veel meer potentieel in een Engelse... Ik bedoel, in Nederlandse commentator. Want ik weet niet, Nederland ligt me beter. En dat is het gewoon. Kijk hoor. Of we iets kunnen krijgen. Ik denk niet dat we iets kunnen krijgen uit deze chest. Nee, dus chest stellen me meestal wel erg teleur. Terwijl iemand, deze persoon naast me gewoon alles vindt uit de chest. Wow. Kijk, ik ga hier gewoon naar beneden springen. Of we juken hem gewoon hier. De jukes. Yep, de jukes. Nu ben ik als het goed is, heb ik wat ruimte ertussen. Dan gaat hij hier maar achter me aan. Deze persoon hebben we eventjes goed gejuked. Kijk of we hier, zeg maar, een kill kunnen stelen. Deze persoon geeft me een free town kill. Wat ik al... Ik vind free town kill niet erg, maar ik heb liever dat je, zeg maar, terugvecht. Dat ziet er... Ik weet niet, dat vind ik veel beter eruit zien. Nu ziet het eruit alsof je, zeg maar, opgeeft. En ik heb... Weet niet. Deze persoon gaat waarschijnlijk nu wegrennen. Terwijl hij me eerst nog graag wilde killen. Als altijd. Als mensen die je kit zien, dan rennen ze gelijk voor je weg. Terwijl hij wel een hele zieke kill maakt hier. Die persoon was heel snel dood. En nog een level 10 kit hier. Als je ziet dat als het goed is, is het een horse 10, ja. Oké, GG. Kijk of we hier natuurlijk weer snel weg kunnen. Want deze persoon wil me maar al te graag killen. Ik heb geen andere keuze dan hem te vechten, volgens mij. Ik span gewoon 2 snowmen in. Oké. Dan kan ik eventjes heel snel eventjes ademhalen. Niet snel even aandoen. Oké. Kan ik deze persoon proberen te killen? Deze persoon rent wel heel erg veel weg. En ik vind zijn gear best wel aantrekkelijk om te hebben. GG. Kijk of er geen clean-up aankomt. Dat zie ik al wel gebeuren dat ik weer gecleaned word. Ik pak eventjes de chain chestplate. Want dan zie ik er natuurlijk veel beter uit. Pure reden, de gold chestplate en de... Oh. Nog een paar snowmen erbij. Waar is die? Sommige mensen lijken hem echt heel hard. GG en lag. Dat was een keer mijn lag. De eerste keer dat mijn computer, ik bedoel mijn internet, hem lagt. Dat gebeurt ook niet heel vaak. Oké. Ik wil die andere diamond boots ook wel hebben. Ik weet niet of het daarop staat. Maar hier zit protection 2 op. Hier ook protection 2. Dat maakt op zich niet uit. Maar ik ga met de horse tamer boots. Waarom niet? De damage gaat beginnen in 30 seconden. Maar kijk of we nog even snel die kill kunnen krijgen. Wat voor naam heeft hij zijn damage gegeven? Betty natuurlijk. Kijk of hier boven iemand zit. Volgens mij zit hij allebei hierboven. Ga ik dat nog halen in 15 seconden? Ik denk dat ik net die gozer net niet bij kom. Ofwel, hij komt naar mij toe. GG, ik heb alsnog net de kill kunnen binnenslepen, maar ik kan niet de iron chestplate pakken, zeg maar. Ik heb nog wel een speed potion over en een resistance bottle. Dus deze win moet ik überhaupt wel claimen nu. Kijk, eerst speed potion. Resistance. En nu heb ik alsnog de fight wel gewonnen. Kijk hoe zo overpowered die wolf is. Kijk dan. GG. Ik denk dat de server lag heeft. Ik weet niet wat het is, maar... Ik hoop dat jullie van deze episode genoten hebben. Bij de 1... Zullen we afspreken 1.5k likes. Maak ik nog een nieuwe video. Ik ga niet zeggen dat ik alvast een serie van ga maken. Dan weet ik nog niet of ik daar tijd genoeg voor heb. Maar ik hoop dat ik jullie de volgende keer weer zie. Bye.